Goedemiddag, van harte welkom vanaf de wedren, waar we staan natuurlijk op die allerlaatste dag waar al die duizenden wandelaars en Kitty vandaag natuurlijk binnendruppelen. Het weer is nog gematigd hier, maar we gaan het vanmiddag zien hoe het allemaal gaat met de laatste dag. Ja, het is nu al behoorlijk druk, vroeger dan normaal, maar dat is natuurlijk logisch omdat ze allemaal 10 kilometer minder mochten lopen. Dus we gaan zien hoeveel mensen er straks nog op de Via Gladiola lopen. Inderdaad, en we gaan eens kijken of het is bevallen om 10 kilometer minder te lopen. Ja, en of ze nog energie dan extra over hebben om nog even naar de feesten te gaan. We gaan het allemaal volgen vanmiddag, live vanaf de wedren. Goeiedag. Geslaagde vierdaagse? Jazeker. Ja. Hoeveelste keer? Derde keer. Ja. Jammer dat het 10 kilometer minder was. Erg jammer. Volgend jaar weer. Het was wel erg mutje lopen deze keer. Meer dan de andere jaren. Ja, we hadden wel fantastisch weer en een ontzettend goede sfeer. Dus dat is heel fijn. Daar gaat het om, hè? Ja, dankjewel. Nou, ja. Veel plezier de laatste meters. Dankjewel. Hallo. Helemaal voorzien van Gladiola. Op de Via Gladiola. Dankjewel. Mooie vierdaagse gehad. Ja, het was warm, maar het was heel mooi. Heel het was echt kutte. Prachtig. Ja. Emotioneel, heel veel. Ja. We hebben het gedaan. We hebben het gedaan. Super, hartstikke gefeliciteerd. Ja. Mooi jongens. Samen met mama. Ja? Nog een paar meter. Yes. Dankjewel. Dank jullie wel. En jullie staan hier de lopers aan te moedigen. Vinden jullie het leuk? Ja. Ja. Wat vind je het leukste lopers die zo langskomen? Vooral om dan zo die aandacht van heel veel mensen te zien. En ook dat ze heel blij zijn om dan hier te lopen. Loopt er iemand mee die jullie kennen? Mijn opa die loopt mee en een vriendin van mijn moeder. En mijn opa loopt voor de 30ste keer, dus dat is wel bijzonder. Voor de 30ste keer? Zo, dat is knap. Hoeveel kilometer loopt hij? Volgens mij 40 of 30, ik weet niet meer. Ja, nou ja, voor vandaag is het voor iedereen minder, hè? Ja. Bij mij loopt niemand mee. Maar jij moedigt gewoon iedereen aan? Ja. Dan gaan jullie zelf ook een keertje lopen? Ja, misschien later. Goed zo. Ja. Nou, veel plezier nog, dames. Dankjewel. Was het een geslaagde vierdaagse voor u? Het was zeker geslaagd. Het is de eerste keer dat ik meedoe. Eerste keer en ik had niet verwacht wat ik kon verwachten. Maar het is een ontzettend mooie spektakel om mee te maken. En met name als ik kan doen voor een goed doel, zoals bijvoorbeeld UNICEF. En ik ben blij dat ik me daarvoor ingezet heb en deze mooie toch kunnen doen. Nou, hartstikke mooi. U komt niet uit Nijmegen? Nee, ik kom uit Zwammerdam, een klein dorp bij Alphen aan de Rijn. Prachtig gebied om te wonen, maar hier is het ontzettend mooi om op te lopen. En zometeen nog eventjes genieten van de feesten? Gisteravond even genoten van de feesten en straks ook nog eventjes. Dus het is een geslaagde editie. Goed zo. Nou, op naar de laatste meters. Dankjewel. En op naar het kruisje. Dankjewel. Goeiedag. Hallo. Mag ik iets vragen? Want jullie staan hier met een bord 11x50. Op wie staan jullie te wachten? Op mijn vader. Op jouw vader? Ja. En die heeft dus al 11 keer gelopen? 11 keer, ja. Mijn broer, haar man. Ja, we wachten op Michael. 11 keer. En is het goed gegaan? Ja, ja, heel goed, hè? Hij gaat elk jaar sneller lopen. Ja, hij is vroeg binnen steeds. En hebben jullie zelf nog geen kriebels om te gaan lopen? Wij hebben samen gelopen. Ja, al drie keer. In 2016, 17 en 18. En het is een nieuwe generatie, die willen volgend jaar. Ja, jullie gaan ook lopen zo gauw het kan? Ja. En wat leidt je er leuk aan? Gewoon een sfeer, gezelligheid, met z'n allen lopen. Ja. En jullie komen ook uit Nijmegen? Nee. Ik kom uit Bennekom, ik kom uit Westervoort. Oké. Maar wel het vierdaagse virus te pakken? Ja. Zeker, ja. Ja, al een jaar of 15. Mijn vader is begonnen bij de douane met meelopen en balletjes gaan rollen. Ja, zo gaan die dingen, hè? Ja, heel erg super. Nou, geniet ervan en onthaal hem straks met een warm applaus. Ja, zo dan. Zet het terug, dat kan niet lang meer duren. Oké, dankjewel. Top. Hallo, hoe gaat het? Het gaat heel goed. Ik loop gezellig met mijn zus, maar die loopt door. Oh. Ja, geeft niks. Dan gaat maar gauw achteraan. Ja, dat lijkt mij. Moet dat dan samen finishen? Ja, ik kan het makkelijk herkennen, hè? Oh, ja. Nou, helemaal goed. Ja. Succes. Ja, dankjewel. Hoi.
Mag je wat vragen? Weet je waar je nu loopt? We lopen nu hier. Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Je loopt nou midden op het Keizer Karelplein. Het Keizer Karelplein? Jawel. Zie je bijna niet. Nu staan allemaal tribunes en zo. Precies, hè? Helemaal speciaal om jullie te onthalen. Ja. Hoeveelste keer is het dat je loopt? Dit is de eerste keer. En hoe is het gegaan? Best goed. Alleen soms wel wat lastiger met de benen. Was je wel blij dat het nou vandaag iets korter was? Ja, zeker. Dus nog energie over om de stad in te gaan? Eigenlijk wel. Nou, ga maar gauw je kruisje halen. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Doei. Hoi, jij hebt een mooie ballon. Staat de champagne ook klaar voor jou zometeen? Die moet ik nog zelf in de koelkast zetten. Maar daarna, als hij koud is, dan ga ik hem opdrinken. Lekker aan de bubbels. Ja. Aan toe? Absoluut, het was echt geweldig. Maar nu wel tijd voor de pootje omhoog. Goed zo, ga dat lekker doen. Succes nog. Smakelijk. Ja, prima. Een beetje warm, hè? Een beetje warm. Maar verder gaat het heel goed. Geen blaren, wel een beetje zere voeten. Maar dit maakt alles goed, hè? Al vaker gelopen? Derde keer. Het is verslavend, hè? Ik weet niet of ik het volgend jaar nog een keer ga doen. Maar dat bedenk ik begin volgend jaar wel. Ja. Oké. Nou. Succes. Er staat heel groot bedankt op uw arm. Voor wie is dat bedoeld? Voor iedereen van de organisatie en alle vrijwilligers die mee hebben geholpen. Allemaal rondom de Vierdaagse van Nijmegen. Het grootste en mooiste feest van Nederland. U bent blij? Ik ben heel blij. En ik ben ook echt heel blij dat ik het gehaald heb voor de derde keer. Dus ik ben echt super blij. En viel het mee of was het toch nog wel zwaar? Nee, ja, het is zwaar. Maar het viel uiteindelijk wel mee. Een hoop doping. En dan de doping zit volgens mij hier. En dan gaat het vanzelf. En ook de doping van langs de kant van de weg, hè, in de vorm van de aanmoedigingen. Ja, heel goed. Ja, dat is echt super. Ja, dat is één groot feest. En wat ik zeg, dat is het mooiste feest van Nederland. Ja, dat is echt super. Waar komt u vandaan? Ik kom uit de Paal van Brabant en dat is het plaatsje Hees. Bij ons. Oké. Dus. En Nijmegen is, is zo'n een van de mooiste steden van Nederland. Dus kom allemaal naar Nijmegen met zo'n feest, want dat is het mooiste feest van Nederland. Helemaal mee eens. En ik wens je nog een heel fijne avond nog. Doei, hè. Ik zie dat u hem al binnen heeft. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. 30ste. 31. Die zit nog in de zak die handen. Die kunt nog op met je dikke vingers nog. Hè, dus. Is het een verslaving? Ja, toch wel, ja. Ja. Als je één keer gewoon de smaak te pakken hebt, je moet die jongens nu voor de eerste keer niet vragen of ze weer willen. Dan moet je even tijd over laten gaan. En dat is of een verslaving of niet meer. Er zit niks tussen. En u was vroeg binnen? Een half uurtje of drie kwartier geleden ongeveer, denk ik. Ja. Zoiets. En uw familie, vrienden hebben u onthaald? Nou, die komen zo meteen zelf nog. Oh, die lopen zelf ook? Ja, die zitten nog ergens achter mij. Dus, u staat hun op te wachten? Ja, daarom. Ja. En komt u uit Nijmegen? Nee, ik woon in Deventer. En deze week hier gelogeerd ergens? Nou, dat zou ik eigenlijk eerst wel doen, maar uiteindelijk heb ik nou gewoon thuis gelogeerd. Drie kwartier met de trein, dus dat gaat goed. Ja. Zo. Best, ik ken het feestje in de stad, dus ik heb het ook onderweg gewoon gedaan. Alles onder controle? Ja, helemaal. Jammer dat het 10 kilometer korter was vandaag? Ja, eigenlijk wel. Want het viel eigenlijk wel mee met het weer. Maar ik snap het wel, want kijk, nu wordt het wel een pak warmer. En als je dan eigenlijk toch die reguliere afstand doet voor degenen die het wat lastiger hebben of beginners zijn, ja. Nou, dan hakt het er echt in. Ja. Vanavond nog even de stad in? Dat wel, ja, zeker. Mooi feestje bouwen. Even toasten op de Vierdaagse. Ja, doen we. Okay. Super. Veel plezier. Ja, dankjewel, jullie ook. Doeg. Ja, la, 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 la. Niet kapot te krijgen. La, 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 la. Hey, hey. Wij zijn niet kapot te krijgen. La, 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 la. Het is erg leuk, we zijn er bijna. Goeiedag. Hallo. U ziet er prachtig uit. Dank u, dank u. Welkom, welkom. Voor wie heeft u zo'n mooie pet opgezet? Om iedereen welkom te heten. En omdat ik zelf ook meegelopen heb. Fantastisch evenement. Nijmegen, chapeau, chapeau. Hoe was de keer? Is dat de Dus de eerste legale keer. Of vaker meegelopen? Ik ben geweest in Nijmegen, hè? Ja, dan weet je het wel, hè? Fantastisch. Met vrouw en beste vriend. Alle drie gelopen? Ja, 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 ja. Super evenement. Volgende keer weer. En de komende 20 jaar doen we weer mee. En
voor iemand die nog twijfelt om zelf mee te doen, wat zou u willen zeggen? Laat dit niet voorbij gaan. You can it! Het doet even pijn, maar de roem is forever! Hallo, mag ik jullie wat vragen? Ja, zeker. Jullie zijn er bijna. Ja. Is voor jou de eerste keer? Ja. Hoe vond je het? Superleuk. Volgend jaar weer? Waarschijnlijk wel. En jullie zien er mooi uit. Zelf omgedaan, speciaal voor vandaag? Of, gekregen hè, straks ja. Van opa en bloemetjes onderweg. Dus, ja. Veel support gehad onderweg? Heel veel hè? Ja, heel erg veel. Van onze papa en van ons broertje. Elke dag langs de kant. Dus ja. Was genieten. En wat gaan jullie nou morgen doen? Want ja, dan kun je niet meer wandelen. Of wel? Nee, op vakantie. Op vakantie? En waar ga je naartoe? Naar Frankrijk, de Dordogne. Lekker? Eerst lekker 8 uurtjes in de auto, met de voetjes omhoog, denk ik. Dat gebruik om uit te rusten. Dat denk ik ook. Nou jongens, heel veel plezier. Dan voor de laatste meters. De laatste meters. Ja. Ja. Succes! Hallo, mag ik u iets vragen? U staat hier met zo'n mooie beker. Voor wie is die? Voor onze zoon. Die, ja. Die loopt voor de eerste keer mee? Of? Ja, met zijn compagnie. Met de compagnie? Ja, rode beretten. Ja. Aha. En hoeveel moest hij vandaag lopen? 40. 40 kilometer, ja. Dus de andere dagen 50 lopen, of niet? Weet ik eigenlijk niet. Oh. Erg, hè? Maar wij zijn, ik ben wel een beetje zenuwachtig nu, hoor. Want hij komt nu in de buurt, dus... Zij kan er elk moment zijn nu? Nou, ik denk nog een kwartiertje. Ja, spannend. Ja. Leuk. Maar hij had al hele zere voeten, dus... Ik denk dat hij wel een beetje klaar is. Maar dat geeft niet. Alsnog is het knap, hè? Van iedereen trouwens, hè? Absoluut, zeker waar. Okay. En wat vindt u van de sfeer? Ja, fantastisch. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, nee. Ja, echt kippenvel. Ja, echt. Ja. Zelf al een beetje kriebels? Om te lopen? Maar, ik wandel wel regelmatig, maar hier moet je wel iets beter voor getraind zijn. Ja. Ja, nee, wacht nog maar even. En er zijn ook supporters aan de kant nodig. Ja, nou, dat is ook fantastisch. Ja. Net zo belangrijk. En wat ik zo leuk vind is, je ziet zoveel verschillende mensen en verkleed. En ja, het is echt bijzonder. Het is heel bijzonder. Ja. Ja, onwijs leuk. Ja. Nou, nog veel plezier. En, dankjewel. Jullie ook, fijne dag. Dank u wel. Hi, stappen voor Peter. Wie is Peter? Peter is mijn oom. En die is 9 weken geleden overleden aan alvleesklierkanker. En mijn moeder die heeft voor hem gelopen en best wel veel geld opgehaald. Dus dat is wel mooi. Dat is een heel mooi doel inderdaad, maar ook wel heel moeilijk natuurlijk, hè? Ja, ja zeker. Ja. Maar het hielp er heel goed, want hij heeft elke stap meegelopen. Want hij stond hier altijd voor haar, dus daarom doet ze dat nu. Ja. Hij stond haar normaal aan te moedigen? Ja elk jaar. Ja. Ja, dus dat was heel mooi altijd. Ja. Ja, dat is wel heel bijzonder. Dus je staat hier wel een beetje met gemengde gevoelens, denk ik, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, de rest is net weg van de familie, jammer genoeg. Mijn schoonzus staat daar nog, maar de rest die waren net weg. Ja, ja dus zijn kinderen waren er, 2 ervan. Dus dat was ook mooi. Ja. Maar je moeder is al binnen? Ja, ja, ja. Ja. Ze is net terug naar de logeerhuis. Ja. Ja, ze zijn vroeg vandaag, hè, omdat het natuurlijk allemaal wat ingekort is. Ja, klopt. Heel veel vroeger. Dus 2 uur eerder is ze binnengekomen, dus dat was supersnel. Maar het was dan toch in een bepaald opzicht een hele mooie en succesvolle vierdaagse. Ja, heel mooi. En heel succesvol, zeker. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik zal hem laten zien. Ja. Hallo, mag ik u wat vragen? Hoe is het gegaan deze week? Ja, best wel goed. Ja? Ja, best wel goed. Ja. Alles meegevallen eigenlijk. Ja? Ja, best wel. Ja, het is nu een beetje het heetst op van de dag. Nee, maar het is een beetje, maar vind ik het natuurlijk hartstikke goed nog. Dus dat is het belangrijkste. Ja. En hoe ziet de dag morgen eruit? Want... Uitrusten. Vooral uitrusten. Lekker rustig aan. Lekker genieten van het mooie weer. Lekker. Ja, en even bijtanken. Geniet van de laatste meters. Ja. Dankjewel, bedankt. Oh. Zo, dat is nog veel energie. Heel veel. Ja? Ja, ik ben helemaal kapot. Is het goed gegaan? Nee, pak ik gehaald. Maar het ging goed, Ja, zeker. We zijn er bijna. Hij gaat de ratslag over. Ja, eerste keer. Maar hij tweede. Nee, hij tweede. Hij gaat nu ratslag over de finish. Nee, dat was leuk, joh. Dat was toch weer top. Ja. Maar het onderschat elke wel die pijn. Eerlijk is eerlijk. Ja. Weinig getraind.
dan krijg je dat. Maar wel gehaald. Zeker, zeker. Ja. En het is gewoon mooi als je met je vrienden door het dalen gaat en je gaat ook weer omhoog, zeg maar, of dalen. Dus prachtig. Ja. Ja, mooi is dat. Dat is de vierdaagse. Ja, exact. Heel veel dalen, een paar piekjes. Dat is mijn laatste keer geweest. Oké. Okay. Hey, succes. Hallo, jullie zijn er bijna. Ja. Hoe is het gegaan? Ik hoor al zeggen gelukkig. Ja. Ja, eerste keer, dus... voor mij ook gelijk de laatste keer, ja. Maar we zijn heel blij dat we het uiteindelijk gehaald hebben. Wel mooie dingen meegemaakt. Ja, zeker. Heel veel unieke ervaring. Ja. Gewoon de mensen die maken het. Dus aan de zijkant, maar ook de wandelaars. Ja, dat is gewoon heel uniek en heel leuk. Ja, nou, maar ook heel erg zwaar, uiteraard. Ja. Nou, vanavond nog feesten? Of? Nee. Nou, wel wat drinken, maar niet op de benen, denk ik. Nee. Nou. Gewoon lekker zitten. Goed weekend hierna, rust lekker uit en geniet nog even van de laatste meters van de vierdaagse. Ja, hallo, mag ik wat vragen? Jazeker. U staat zo enthousiast aan te moedigen nog. Jazeker, het is toch echt één groot feest hier. Dus we hebben eerst gelopen. Ja, ik zie hem. We staan hier vanaf 12 uur lekker aan te moedigen. En ik heb dextro hier bij me. Dus dit is namelijk een plekje als mensen niet lekker voelen, gaan ze daar zitten. Ik heb al twee mensen een beetje weer op de been kunnen helpen. Oh, wat goed. Dus zo gaan we de laatste mensen. Misschien nog nodig om mee te lopen, dan gaan we dat ook doen. Gewoon de laatste mensen over de streep helpen. Zeker. Het is één groot familiefeest eigenlijk. Ja. Zo leuk. Ja. Je bent zelf al heel lang binnen dan. Vanaf 12 uur. Ja. Maar we hebben nog genoeg tijd om te swingen, toch? Ja, dat is toch die extra energie door die kortere route nu? Nou, dat weet je. Volgens mij heb ik die energie ook anders ook wel. door de mensen om je heen die allemaal vrolijk zijn. En het is eigenlijk voor het eerst dat ik zo lang aan deze kant sta. Ja. En het is ook zo leuk dat iedereen ook weer enthousiast op iedereen reageert. Ja. En we krijgen ook van de wandelaars dingen, bedankt voor de support. Nou, voor mij is compleet zo ongelooflijk leuk. Dus ja, als iedereen het hele jaar zo leuk voor elkaar is, dan zou de wereld er toch een beetje anders uitzien, denk ik. Ik denk dat u hier perfect het vierdaagse gevoel beschrijft. Ja, het is ongelooflijk. Ja, echt heel leuk. Dus volgend jaar weer? Zeker. Ja, als u haar nog even over kan halen voor volgend jaar. Nou, want zij loopt nu voor de vierde keer met me mee. Ja. Klaar mee voor dit jaar. Ik heb er heel erg van genoten, maar na 4 jaar vind ik het genoeg. Daarna ga ik voor de feesten. Ja. Misschien 15 jaar weer. Ja, en ik heb in ieder geval een vriendin die nu heeft gezegd dat ze vanaf de 60ste met mij de 30 wil lopen. Dus de komende 5 jaar, ja, als zij niet meegaat, ga ik de 50 weer lopen. Maar goed, ik hoop natuurlijk, ik heb nog een jaar om erover te halen. Maar vindt u niet, hè? Ze heeft nu 4 keer gelopen, dan wordt het toch tijd voor de 5e keer. Ja, vierdaagse feesten zijn ook wel leuk, maar ja, zo'n kruisje is natuurlijk wel. Ja. Zeg maar, ik heb er al 4. Nee, dat kruisje. Over 10 jaar is de vierdaagse er nog steeds en dan kan het ook weer. Dat is waar. Feesten en dan vind ik het ook goed. Het gewoon van alle kanten meemaken. Precies. En dit is mijn voorproefje. Ja. Dus hartstikke bedankt. Graag gedaan. Heel veel plezier. We gaan weer lekker aanmoedigen. Goed zo. Gefeliciteerd! Jullie zijn binnen? Jazeker, dat zie je. Ja, hoe ging het? Geweldig. Ja, echt waar. Hebben jullie samen gelopen? Ja. Samen, ja. Hand in hand. Oh, nou, niet de hele tijd. 52 jaar, hè? Ja, 52 ja, jaar. Ja, zeker. Hey, waar komen jullie vandaan? Uit Burgaamsteden. Ergens bij? Zeeland. Schouwen. Schouwen daar. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Hey, even een vraagje. Hoe was het vandaag om minder te lopen? Minder kilometers? Voor ons een zegen. Ja. Gezien de eerdere kilometers. Ja, was het pittig de afgelopen week? Ja, dat kun je wel stellen. Maar dat kwam ook gewoon omdat we een beetje zere voeten hadden. Oké. Maar vandaag ging prima. Ja, maar het weer valt op zich mee eigenlijk, hè? Ze hadden net zo goed gewoon kunnen aanhouden. Ja, toch wel. Dus jullie hebben 20 gelopen samen? Ja. Hele andere route als normaliter. Ja. Hoe was die route uiteindelijk? Nou, wij houden wel van zeg maar natuur en in het bos te lopen. En dat was het eerste stuk, was alleen maar in het bos. En dan, ja, wij vinden dat prachtig. Hè? Maar heel veel lopers hoor je mopperen van het is zo saai hier. Ja. Hè? En je hoort de vogels fluiten en niet deze harde muziek af en toe. Het heeft allebei wel iets eigenlijk. Hè? Vogeltjes fluiten en lekker harde muziek. Ieder wat wils. Ja. Ja. Ja, en nu zijn jullie klaar naar huis? Ja. Auto, trein, bus? Auto. Ja, even de auto ophalen. En dan vanavond een lekker neutje erin. Zeker, ja. En tot volgend jaar dan denk ik weer. Ja, dankjewel. Ja, tot ziens. Bedankt. Alles. Dag.
Meneer, goedemiddag. Mag ik u wat vragen? Goedemiddag. U komt zo blij aanlopen. Nou, ik ben ook blij, ja. Ja, waarom bent u zo blij? Nou, ja, waarom ben ik blij? De Vierdaagse zit erop. Maar het is heel goed gegaan. Ja, is goed gegaan. Ja, het is hartstikke goed gegaan. Hoe ging het vandaag met 10 kilometer minder? Was dat fijn? Nou, ja, op zich, in de beslissing die de mensen van de leiding genomen hebben, is in mijn ogen, in onze ogen, heel goed. Ja, toch wel. Want stel, nu weet je van tevoren waar je aan toe bent. En stel dat ze niks gedaan hadden en het was toch misgelopen. Ja, wat aan calamiteiten. Wat gaat er dan gebeuren? En, ja, dat snap ik. En dan leggen ze misschien alles plat en dan weet niemand wat er gebeurt. Maar tot nu toe alles goed gegaan vandaag. Heb je nog rare dingen gezien? Nee. We hadden verwacht dat het hier heel druk zou zijn op de Via Gladiola. Maar dat viel ook een reuze mee. Ja, je weet, we doen al jaren mee. Maar u bent wel veel eerder binnen als normaliter natuurlijk. Ja, dat scheelt 2 uurtjes sowieso. Dus ik denk dat heel veel mensen wat later nog komen om iedereen binnen te halen. Ja, dat zou... Ja, we zeiden ook, nou, misschien moeten we nog even langs het hek staan om andere mensen die we kennen nog binnen te halen. Binnen te halen, ja precies. Ja. Waar komt u vandaan? Uit Friesland. Uit Friesland? Ja, uit Wommels, vlakbij Bolsward. Ja, dus u heeft een weekje vakantie gehad hier in de buurt van Nijmegen. Ja, we zitten hier op gelegenheidscamping van de Dennen. Wat leuk. 1888. Wat leuk. En we hebben van de voorzitter opdracht gekregen om wat reclame te maken voor onze Friese Elfstedentocht. Nou, dat is nou gelukt bij deze, hè? Nou, dan kan iedereen het zien. Ja, geweldig. Hey, en nu nog even wat versnaperingen en dan lekker naar huis. En dan gaan we weer naar de camping en morgen dan breken we op. En dan gaan we naar huis, ja. Geweldig. En dan zit de week er weer op, hè? Ja, maar volgende week dan doen we de strandzesdaagse van Hoek van Holland naar Den Helder. En hoe lang is dat? Hoeveel kilometer? Dat is ongeveer 170 kilometer. Zo zeg. In 6 dagen. Dus u heeft er nog niet genoeg van het wandelen? Wij hebben er nog geen genoeg van. U gaat toch gewoon even lekker door? Ja, klopt. Ja, als je een keer bezig bent en in de zomer mooi weer. Ja. Dan, nou, dankjewel en veel plezier volgende week. Ja, dank tot u. Tot volgend jaar in Nijmegen. Ja, vast. Ja. Oké, tot ziens. Graag gedaan. Hallo, goedemiddag. Hi. Hoe gaat het? Goed. Ja, zijn jullie bijna binnen? Ja. Blij of niet blij? Heel blij. Hoeveel kilometer? 40. 40. In plaats van 50 dus? Vandaag 30. Oh, vandaag 30? Ja. Maar wat vind je daarvan? Ja, wel fijn, want het is toch wel warm. Ja, was het warm of benauwd vooral? Ja, heel benauwd. En de hele opstopping hier? Ja. Maar jullie zijn binnen, hoe fijn. Ja, heel fijn. Wat ga je nu thuis doen? Eten. En lekker op tijd naar bed? Ja. Nou, veel plezier. Dank u wel. Dames, goedemiddag. Hallo. Jullie zijn binnen. Ja, wij zijn binnen. Fantastisch, hè? Hoe fijn is dat, hè? Goed gedaan. Ja, heerlijk. Ja, dankjewel. We waren helemaal uit voor. Zeg je? We waren helemaal uit voor. Ja. Hé, maar hoe was het vandaag om te wandelen? Ging het een beetje? Ja, het is wel warm. Maar 20 kilometer is peanuts. Ja, wij mochten 20. Ja. En door de bossen in het begin. Dat was super, super. Mooie omgeving. Zou ik graag wel 10 erbij doen, maar mooie omgeving. Ja, snap ik. Maar begrijp je wel dat je minder moest lopen vandaag? Ja. Nee, ook voor heel veel mensen is het heel goed, denk ik. Heel goed georganiseerd. Want ze hebben denk ik vannacht door moeten werken om dit allemaal te doen. Dus fantastisch. Maar het weer valt nog mee, het is alleen heel benauwd. Hebben jullie flink genoten onderweg? Ja, nou ja, dat is wel. Hè. Omdat je maar 20 kilometer hoeft, heb je niet de haast. Nee. Om snel te lopen. Dus jullie zijn nog helemaal niet moe? Nee, wij zijn nog helemaal niet moe. Wij zouden maar nog een keer het rondje nog een keer kunnen doen. Ja. Hebben jullie al vaak gelopen? Ja, dit is de 8e keer. En u ook? Ja, voor mij de 2e keer, maar heel lang geleden heb ik hem ook wel. Toen was ik nog jong. Maar voor volgend jaar gewoon opnieuw? Ja, gaan we zeker, zeker. Ja. En we proberen nog wat meer mensen mee te krijgen. Oké. Okay. Ja. Ja, misschien ook opnieuw dan voor degene of alleen familie en zo. Nou, familie, maar ook vrienden, collega's en vrienden. Zeker. Ik vind het een hele prestatie hoor. Nou. Ja, of het nou 30, 40 of 50 is, je moet iedere dag toch maar weer achter de prestatie geven. Maar 50 is toch wel net iets meer. Ja, dat vind ik ook. Ja. Hey, wat gaan jullie nu doen? We gaan lekker een biertje drinken. Precies. En we beginnen met een biertje en daarna gingen we voor een Aperol Spritz, hè? Ja. We hebben ons de hele week beloofd dat we aan het einde een Aperol Spritz gaan drinken. Ga lekker genieten, dames. Ja. En een goede reis naar huis. Dankjewel. Dankjewel. Doei. Hey. Dag mevrouw, u bent binnen. Hallo. Ja, geweldig. Ja? Ja, ik ben er wel blij mee, ja. Hoe is de sfeer vandaag? Vandaag is de sfeer heel erg goed. Ik denk dat het een hele goede beslissing was om die 10 kilometer minder te lopen. Want
Ja, het loopt een beetje wijd zoals je ziet en het stroopt niet op. Nee, precies. Ja, helemaal op onthoud is afgelopen week. Ja, dat was echt wel vervelend. Maar nu gaat het heel goed, dus ja, ik ben er heel blij mee. En je bent lekker op tijd binnen. Zeker weten. Dat is het voordeel van minder kilometers lopen. Ja, zeker. En ook niet zo erg moe eigenlijk. Hoe vaak heeft u al gelopen? Ik heb 8 keer gelopen. Ja. En wat valt u op aan deze editie dit jaar? Heb je iets wat bijzonder naar voren komt dat je denkt van dat was heel leuk of nou, heel anders? Ja, ik heb wel iets moois meegemaakt. Ik heb de eerste stapjes van een klein kindje gezien. Oh, echt? Met de Vierdaagse. Ja, wat leuk. Zo leuk. Ja. Ja, dat vond ik heel leuk. Dat is helemaal bijgebleven. Ja, dat is zeker. Zo'n klein detail. Ja, dat je maar dan, toch. Daar denkt u wel over na. Ja, zeker. Zeker. En volgend jaar weer? Tuurlijk. Ja? Ja, zeker weten. Als u de Vierdaagse moet omschrijven in 1 woord, wat komt er dan bij u erboven? Één woord. Nou ja, ik vond wel dit jaar erg druk. Dus dat is dan wel een woord, druk. Maar als ik nou zie, dan is het gewoon 1 groot feest. Druk en feest. Druk en feest. Dat zijn mooie woorden. Ja. Alvast een fijn weekend. En tot volgend jaar. Dank je wel. Dag. En dan is het dat toch. Is de foto gelukt? Is die gelukt? Hij is gelukt. Ja? Ja. Maar wat heeft u gestuurd, een foto dat u binnen bent? Sorry? Heeft u een foto gestuurd dat u binnen bent nu? Ja, naar mijn zussen. Oh. Ja. Ja, de reactie heb je natuurlijk nog niet. Nee, maar ze hebben al wel proficiat gezegd. Oh. Van tevoren al, want ze wisten dat wij gingen uitlopen. Hoe ging het? Perfect. Ja? We hebben zo'n feest gehad, hè toch? Ja, we hebben het feestje gevierd. We hebben iedereen in het zwart. Hebben we afgestoft, want daar zie je alles op, hè? Oh ja, jullie stoffen ja, af. Alle zwarte shirtjes. Ja? Doen jullie graag schoonmaken? Nee, daar zijn we ik helemaal niet van. Ik zoek nog iemand thuis. Nee, we kunnen alleen maar die Vierdaagse afstoffen. Ah, op die manier. Hey, waar komen de dames vandaan? Uit Veghel. Veghel, waar zijn jullie van elkaar? Tweeling. Tweeling? Ja. Ja, je ziet het wel, ja. Hoor je nou je ogen? Ja. Oh, wat leuk. En hoe oud zijn de dames? 64. Samen 128. Echt waar? Ja. En hoeveel keer gelopen? 4e keer. Vierde keer. En dit is pas de 2e keer. Nee. Dus we hebben hem nou ook weer niet compleet gelopen. Nee. Baal je daarvan of valt dat mee? Nee, we balen wel. Maar we vonden de route nou toch mooier door het bos. En we zijn regelmatig even heen en weer gelopen. En veel gedanst. Dus we hebben toch 30 in onze benen zitten. Ja, gehad, denk ik. Zeker weg. Weten. Ja. Daar is het, denk ik, wel om te doen geweest. Ja. En een lot of fun, hè? Ja, en we hebben bij de faculteit van sport... Ja. Hebben we op het podium staan dansen. Echt waar? Ja, dat was onze warming-up. Dat was super. Nou, ik stel voor, ik wens jullie nog een hele fijne dag om af te sluiten met een leuke dans voor de camera. Nou. Ja. Goedemiddag mevrouw. Hallo. U bent bijna binnen. Ja, bijna hè. Ja, ik heb 10 kilometer energie over. Ja, vindt u dat erg? Nou ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant begrijpelijk. Ja? Ja. Waarom begrijpt u het wel? Nou, omdat het natuurlijk in het verleden ook al fout is gegaan. En je moet toch om de mensen gezondheid denken. De ene kan het wel, de andere kan het niet aan. Het is best wel benauwd vandaag. Het is plak weer. Ja, dat maakt het ook zo dat sommigen het niet aan kunnen. Hoeveel heeft u gelopen, de kilometers vandaag? 20 vandaag. Dat is wel weinig eigenlijk. Hè? Ja, maar goed, we lopen de rest van de 10 nog wel erbij hoor. Hey, maar de sfeer langs de kant is goed? Ja, is geweldig. Altijd, elk jaar. Ja, maar u bent wel veel eerder binnen dan normaal. Ja, veel eerder. Ja, ik miste mijn zoon al. Mijn zoons en mijn schoondochter misten. Die waren er nog niet? Nou, die waren er wel, maar ik ben ze gewoon van straal voorbij gelopen. En toen komen ze u opzoeken dadelijk? Ik ga straks naar de Middenkriet. Waar komt u vandaan? Uit Haarlem. Uit Haarlem? Ja. Hele week hier verbleven? Ja, bij de voetbalclub Lauwit zitten we met z'n allen. Okay. Een club van 35 man. Van de zwervers uit Beverwijk, dus je moet ergens liggen. Ja, zeker. En heeft hij alleen gelopen? Nee joh, maar ik ben al mijn wandelmaatjes al kwijt. Echt waar? Ja, maar dat maakt niet uit. We weten waar we naartoe moeten. Ja, u loopt lekker op uw eigen tempo. Weet je moet gewoon elkaar loslaten. Je moet niet elkaar claimen van we moeten met elkaar. Dat moet je niet doen. Gewoon lekker genieten van jezelf en iedereen heeft zijn eigen zorgen. Ja, gaat u volgend jaar weer meedoen? Tuurlijk wel. En dan hopen, dan is het gewoon 4 keer in normale tijd. Maar dat ik in 2019 helemaal niet kon lopen, dan denk ik, nou... Ik ben blij dat je mag lopen weer. Jawel. Ik heb de tweede herseninfarct gehad. Dus 20% is eraf gevallen, maar ik heb nog 80% over. Ja. Positief blijven, daar gaat het om. En ik heb een heel mooi t-shirt voor vandaag. Ja, ik zie het. Ja, en dan de achterkant. Ah, ja.
Nee, maar het is gewoon altijd geweldig. En vooral de supporters heb je ook nodig. Die heb je zeker nodig. En de kinderen ook, het enthousiasme. En dit jaar doen er ook heel veel kinderen mee. Je moest heel kijken, veel jeugd doet er mee. Meer kan je, ja, zoals jongeren, ons, jongeren. Ja, echt geweldig. Goed, hè? Ja, dat is echt geweldig. Jong en oud, lekker samen. Ja, precies. Ik ben blij dat ze dat ook willen. Dat ze enthousiast ook zijn. Iedereen is enthousiast trouwens. Ja, ik ken bijna geen chagrijnige mensen. Nee, de laatste dag niet. Nee. Kijk, gisteren was het wel, maar toen was het ook helemaal benauwd. En je hebt altijd wel je momentjes dat je denkt van nou, val dood of weet ik wel wat, weet je wel. Sodemieter erop. Ik snap dat best wel. Heeft u ook gemerkt dat het af en toe heel druk was in het begin van de week op de route? Ja, maar wij starten altijd om 7:30. Okay. Dat heb je als je de pretafstand hebt. Ja, dan zijn de meeste mensen al lekker weg. Ja, je moet de drukte niet willen. Je hebt tot 5 uur de tijd en tot 6, je moet niet haasten. Sommigen die hebben gewoon haast, die willen voor donker thuis zijn. Ja. Zeg ik altijd. Dat zijn we allemaal, hè? Genieten. Ja. En elke dag is er één dat je mag genieten. Ja. We kunnen het gewoon doen. Dat vind ik een hele mooie. Dus ik zeg altijd, geniet van al het moois om je heen. Want elke dag dat je mag lopen, is er weer één. Dat vind ik een hele positieve afsluiting. Ja, hey, dankjewel. En succes, hè? Dankjewel. Oké, doeg. Succes jullie ook, hè? Dankjewel. Ja, jou. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. U bent binnen. We zijn binnen. Ja. Had u niet in de gaten, wel toch? Jawel hoor. Ja. Ik zei net, de finish is in zicht. Ja, dus, blij dat u binnen zeker, bent. Zeker ja. Weten. Ja. Niet warm, benauwd? Valt mee. Ja, valt nee, mee. Nee. We zijn, hoeveel heeft u gelopen? 30. 30. Oh nee, 20 hè? 20. Ja, vandaag 20. Weer ja. Nou ja, we hebben 30 gelopen. Maar ja, ging goed vandaag? Ja, ging goed. Ja? Ja. Leuke sfeer onderweg? We hebben 2 wandelmaatjes, fantastisch. Oh, wat geweldig zeg. Waar komen jullie vandaan? Ja. Nijmegen, Amsterdam, zo. Amstelveen, ik Amsterdam. Oh, leuk dus, hè? En lekker vriendinnen onder elkaar? Nee, we hebben elkaar bij hetzelfde logeeradres. Ah, via via. Op die manier? Dus ja, en met klikte. Dus zo leer je elkaar weer kennen. Nou, zeker. Oh, goed. We hebben al vaak meegelopen? Dit is mijn derde keer. Derde keer? Ja. En goed bevallen? Ja, zeker. Volgend jaar weer. Voor iedereen die nog nooit gelopen heeft, wat is nou een tip om te zeggen, je moet het gewoon doen. Hoe haal je mensen over? De sfeer is fantastisch, de uitdaging om te denken ik ga 30, 40 of 50 lopen, super voor je gezondheid, ja, en een super sfeer. Ja, vandaag ook weer, hè? Ja, geen onvertogen woord, nee. Al die 4 dagen, dat is een hele mooie. En nog 50 meter. Nog 50 dan mag meter. U echt gaan juichen. Gaan we doen. Ja? Ja. Dankjewel en succes, tot volgend jaar weer. Volgend jaar. Doeg. Gefeliciteerd! Dankjewel. Gefeliciteerd! Je bent binnen! Dankjewel! Hoe voelt dat? Goed. Ja, voelt dat goed? Ben je blij dat je binnen bent? Ja. Ja? Hoe vaak heb je al gelopen? Eerste keer. En tevreden erover? Jawel. Volgend jaar weer? Weet ik niet. Ging het wel een goed onderweg? Of zeg je van, nou, het was nog wel zwaar? Veel mee. Ja? En vandaag heb je gelopen 20? 30. 30. Dat is ook wel 10 minder als dat je zou moeten. Ben je daar tevreden over? Ja, maar ik vind het wel jammer. Ja, toch wel, hè? Ja, maar ik wil het pontonbrug graag. Oh ja, dat heb je nou niet gehad vandaag. Nee. Maar dan ben je eigenlijk verplicht om volgend jaar mee te lopen. Dan kun je hem alsnog gaan doen. Dan zien we dan alweer. Ja, toch? Ja. En wat ga je nu doen? Wat we nou gaan doen? We gaan zo terug naar de camping en dan even uitrusten en dan vanavond lekker uit eten daar. Ja. En dan, wat een bofferij. Ja, goed, oh, hè? Leuk. Maar uw eerste keer gelopen? 20. 20! Ja, gefeliciteerd, zeg! Dankjewel. Ik vind het zo'n prestatie. Maar dit is de derde poging voor de 20, dus ik ben blij dat het eindelijk gelukt is. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. En dat we vandaag dan wat minder mochten, ja, ach. Is niet erg. Maar ik denk dat het verstandig is, met aangezien het zo boeierig is. In eerste instantie zei ik van, ja, moet er nou echt minder, weet je wel, want ik kan het wel aan. Ja. Maar onderweg was het toch wel benauwend. Ja. Dus ach. Tevreden. Maar heel trots. Ja. Heel trots. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik zou zeggen, volgend jaar gewoon samen weer. Gaan we best doen. Moet je 50 gaan doen, hè? Echt waar? Ja, ik moet 50. Hij moet 50. En dan wordt dat wel heel pittig. Goed oefenen is een goede tip. We zullen het zien. Okay. Hey, dankjewel. Okay, dankjewel. Fijne avond. Hetzelfde. Jullie zijn aan het knuffelen met elkaar. Jullie zijn binnen. Ja, gelukkig wel. Hartstikke fijn. Lekker fijn. Ja, ben je zo blij mee dat je binnen bent? Was het zo zwaar? Het viel wel mee. Ja, toch wel? Ja, het was wel zwaar geweest. Maar het is wel heel fijn dat de laatste 10 dat we die even niet hoefden te lopen. Fijn, hè?
Het wordt nou wel een beetje drukkend en warm. Het is heel erg warm en oud. Ja, inderdaad. Maar hoe was het vandaag op de route? Anders? Ja, heel anders. Ja, we hebben Kuik gemist en Linde. Dat is jammer. Ja, dat is heel jammer. Maar anders was het juist weer wel leuk vandaag. Je bent door het bos gelopen. Ja, andere route. Een stukje andere route. En dat vonden wij wel heel leuk. Ja, hè? Ja, daar hebben we even wat anders gezien. Ja, dat bedoel ik. Ja, dus dat was ook wel leuk om mee te maken. Is mama en dochter? Ja, zevende keer. Leuk. Ja. Dat zullen jullie veel besproken hebben samen onderweg. Zeker. Ja, we doen altijd wel hoor. Ja, maar normaal gesproken zien we gaat niet de hele dag. Nee, zeker. Nee. Dat zit wel even een plus. Het is heel duurbaar. Ja, zeker. Waar komen de dames vandaan dan? Zwijndrecht. Ja, inderdaad. Ook nog in hetzelfde dorp wonen jullie gewoon? Nee, zij woont ondertussen in Breda. In Breda, oké. Okay. Ja. Dus eindje rijden van elkaar af weer. Ja, een half uurtje. Is te doen. Nee, voor iedereen die kijkt. Een tip, hoe loop je de Vierdaagse zo makkelijk uit als jullie? Vooral genieten om je heen. Want jullie stralen, wist je dat? Positief blijven. Jullie stralen allebei. Ja, maar we zijn een beetje blij met elkaar. Ja, we zijn best wel blij. Ja. Nou, jullie waren knuffelig, dat moeten we even naartoe. Oh, nou, hartstikke. Een fijn moment om te zien. Fijn, graag gedaan. Nou, jullie ook door. Bedankt. En neem er eentje. Ja, gaan we zeker doen. Bedankt. Doeg. Mag ik jou even storen? Nee, mag je even. Nee, dat gaat helemaal niet goed, hè? Gaat zo erg? Ja, het is eigenlijk hoe komt het? Ja, ik zit helemaal onder blaren, dus ja. Maar goed. Kut. Mooi kut. Ja, toch? Maar we hebben het wel gedaan. Ja, daar gaan we het hebben gewoon. Het gered. Trots op jou. Dankjewel. Ga maar lekker dankjewel naar de finish. En lekker op de bank zitten. Doei, dankjewel hè. Doei. Nou, dit jaar wordt door de Vierdaagse goed voor alle lopers gezorgd. Kijk maar eens hoeveel water er vandaag wordt uitgedeeld. En hoeveel gladiolen natuurlijk ook. Ze smijt je ermee om de oren. Maar water voor alle wandelaars. Gratis wordt het uitgedeeld hier. Dus dat is een groot succes, denk ik. We gaan ondertussen even naar de wandelaars toe. Om te kijken wat ze ervan vinden. Goedemiddag. Goedemiddag. Water. Ja, heerlijk. Was je er aan toe? Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe ging het? Als ik goed zeg, lieg ik denk ik, hè? Ja, dat weet ik niet. Nee, laatste meters zijn echt heel zwaar. Jawel, hè? Ja. Waar komen jullie vandaan, dames? Geldermalsen. Geldermalsen? Ja. Oké. Okay. Dus, en hoe was het de hele week om in Nijmegen te zijn? Ja, leuk. Super. Ja? Ja. Aan het begin denk je van, waar ben ik aan begonnen? Maar de derde dag was heel leuk en vandaag ook. Dat is gewoon super. Ja, maar dan wat korter als normaal. Ja, nou meteen weer niet erg. Blij mee. Ja. Goeie keus. Ja, ik denk niet dat ik die 12,5 kilometer er nog bij had kunnen lopen, denk ik. Wat was de mooiste dag van deze vier? Gisteren. Ja? Ja. Waarom? De Heuvelen. Ja, het was gewoon een hele mooie route. Daar denkt zij anders over. Ja? Ik, wat was er gisteren niet fijn? Op zich, het was hartstikke leuk. Maar ik ging heel enthousiast de heuvel op, maar ook te enthousiast naar beneden. En ik heb mijn knieën mee kapot gelopen. Dus het was voor mij vandaag erg pittig. Dus ook blij dat hij wat korter was? Nou ja, het heel dubbel gevoel. Het is de eerste keer. En dan wil je eigenlijk 4x40 lopen. Maar aan de andere kant denk ik, het is voor de gezondheid. Maar mijn knieën hadden inderdaad het niet meer aangekund, zeg maar. Als je nog meer had moeten lopen vandaag, was je veel later binnen geweest. Ja, ja, en dan was het nog maar kilo geweest, hoor. Dus ze hebben het uiteindelijk wel goed gedaan. Maar toch, het is gewoon zo'n dubbel gevoel. Snap ik. Dus. Volgend jaar weer een nieuwe kans. Ja. Goed oefenen van tevoren. Ja, zeker. Kom goed. Ja, toch? Vanavond een feestje vieren op naar huis. Lekker op de bank, met de benen omhoog. Dat dus. Ja, dacht ik al. Nee, maar het was geweldig. Nou, succes. Oké. Okay. Ik zou zeggen, de finish dankjewel en succes. Jullie nog fijne dag. Dankjewel, doei. Goedemiddag, mevrouw. Feest. U bent zo vrolijk. Ja, nou, ik ben echt dolgelukkig. Waarom? Ik heb hier met drie schoonzusjes, mijn man, mijn broer, een vierdaagse mogen lopen in de meest mooie stad van Nederland, Nijmegen. Ja, dankjewel. Ja. Ja. Nou, waar komt u zelf vandaan? Uit Mil. Mil doet wat hij wil. Nog? Ja. Nee, ontdek Mil. Ontdek Mil. Ontdek Mil, ja. Nou. Ben je altijd zo vrolijk? Eigenlijk wel. Ja? Ja, het is zo geweldig. Wat was er zo mooi aan dit jaar hier in Nijmegen? Dat het ontzettend druk is. Die mensen, die dragen je echt hoor. Al heb je een pijntje, het gaat weg als je de mensen ziet. Het is echt geweldig. Heeft u ergens pijn? Nou, ja, als ik heel eerlijk ben, wel een beetje. Ja? Laten we heel eerlijk zijn. Ja, maar wat voelt u dan? Onderaan mijn voeten en zo'n beetje pijn heb ik wel. Vaker gelopen? Ja. Ja. Maar meer pijn dan andere jaren? Nee. 20 kilometer vandaag, maar 10 kilometer minder. Die had ik nog kunnen lopen, wil je zeggen. Ja, hadden we samen kunnen doen. Ja. Was gezellig geweest. Wat vind je van die regel dat dit jaar het wat korter is gegaan? Ja, het is zo. Ja, toch. Ik denk dat het verstandig is en als er maar niks gebeurt, dat het een mooi feest blijft. Dat is het belangrijkste. Bemoedering is belangrijk, hè? Ja, maar dat is er echt, hè. Ja. Iedereen praat met iedereen, het is geweldig. Heb je chagrijnige mensen gezien onderweg? Ja, die zijn er altijd, maar die negeer je gewoon snel doorlopen en dan zoek je weer de leuke mensen op. Hè? Als mensen nou een tip van u moesten krijgen, hè, en meelopen met de Vierdaagse, waarom zou je mee moeten lopen?
Nou, bewegen, maar ook ja, die sfeer. Het is echt, het gaat in je ziel zitten hoor. Het gaat echt erin zitten. Als je dat hebt, dan is maar u gaat in ieder geval niet meer weg, hè? Ik ga wel weg. Ik wel uit Nijmegen naar huis. De sfeer blijft wel bij u zitten. Jawel, die blijft echt zitten. Dat zit in je hart op een gegeven moment. En volgend jaar gewoon lekker weer terug. Zeker weten. Nou, top. Fijne dag. Dank geniet nog even van alles hier in Nijmegen. En succes in Mil. Dank je wel. Jullie succes, hè? Dank je wel. Hi, mag ik je wat vragen? Ja. Oh, wat lekker heb je bij je. Oh, ja. Gefeliciteerd. Dank. Ben je blij? Ik ben zo trots. Je trots? Ja. Dat mag je zeker zijn. Ja, ik had het niet verwacht. Nee, is je eerste keer? Ja, eerste keer. En ik was heel zenuwachtig, maar ik heb nergens pijn en het ging zo goed. Dat wat we morgen goed. Denk ik nog een noemetje gaan maken. Hey, maar waarom was je zenuwachtig dan? Waarom ben je... Ja, omdat je staat gewoon vast dat je jezelf gaat tegenkomen. Dat het gewoon zwaar gaat worden. Je weet nog niet wanneer en hoe, wat voor manier. Maar dat is al wel altijd spannend. Dus eigenlijk is je reuze meegevallen. Het is me reuze meegevallen. Maar hoe kan dat dan? Heb je heel veel geoefend? Nee. Ook niet. Nou ja, genoeg. Ja. Maar ik heb gewoon goede schoenen, denk ik. Positieve energie misschien? Positieve energie. Dat is belangrijk. Ja, je straalt wel positiviteit uit. Nou, nu wel ja. Maar ik heb het wel zwaar gehad hoor. Ja? Jawel. Wat was er zo zwaar dan? Vermoeidheid. Ja, vermoeidheid. Dat je voelt, ik kan niet meer, maar dan moet je nog 20. Oeh, dat is pittig. En dat klinkt dan van, oh yes op de helft, maar dat is gewoon nog 5 uur lopen. Ja. Dus dat vond ik er wel zwaar. En ik liep alleen. Ja, mijn wilde vrienden ik liepen allemaal de 50. Oh, jee. Dus we liepen samen vanaf dat samenkomtpunt, maar daarvoor liep ik alleen. Nou ja, nooit alleen nee, natuurlijk. Nee, maar toch. Ja. Maar muziekjes in je oren, of wat heb je gedaan? Ja, een beetje gekletst met mensen. Ja. Ja. Maar volgend jaar ga je dus met een makkie gewoon weer meedoen? Weet ik nog niet. Waarom twijfel je daarover dan? Oh, ja, het was gewoon wel lang. Het is wel echt iets van mijn bucketlist, maar misschien volgend jaar. Dit laatste 5 kilometer was zo leuk. Misschien is wel verleidelijk. En ben je blij dat je vandaag wat minder hebt moeten lopen? Ja. Ja? Ja. Was wel nodig? Nee, ik had het wel gered. Maar ja, ik vond het wel fijn. Ja, je was blij dat gisteren het nieuws hoorde. Je dacht niet dat het is een grapje of zo. Ja. Nou, dat wel. Ik was wel verrast. Maar nee, ik vond het... Ja, ik vond het wel fijn. En je bent goed verwend met bloemetjes, gladiolen? Ja, helemaal. Ja, ze staan allemaal thuis te wachten, dus ik ga erheen. Ga heel snel naar huis. Waar is thuis? Ja, 1 straat verderop. Woon je ook zo dichtbij? Ja, heel dichtbij. Lekker makkelijk. Een kwartier voor de start kon staan. Ja, dat was hij. Is dat wel jouw kracht, dat je het makkelijk hebt gehad? Ja, goede straat. Geen reizen en zo. Geen reistijd, denk het ook. En we hadden elke avond, we hebben fysio's in huis, die masseerden elke avond. Ja, maar kijk, dan is stiekem dat dan het geheim, hè? Ja, fysio's, mensen die kookten, werden helemaal in de watten gelegd. Oh. Ja, echt... Jaloers ben ik op jou. En de rest van de week moet je het mezelf doen. Ja, ja. Ik val in een gat morgen. Nou, succes. Ja, dank. Toi, 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 tot volgend jaar gewoon. Ja. Doei. Dames, ik zie jullie samen lopen. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Jullie zijn binnen. Ja, we moeten ons nog uitchecken. Hoe voelt het? Ja. Heel fijn. Ja, mag ik jullie feliciteren? Ja. Zeker, ja, dank u. Hè? Ik vind het zo'n prestatie. Ja. Echt hoor. Want jullie hebben gelopen de... 30. Ja, vandaag 20. Vandaag dus 20. Ja, was dat terecht? Ja. Het was fijn. Het was echt een cadeautje hoor. Want ja, ik vond het buitengewoon vriendelijk en sympathiek. Ja, hè? Maar ja, ik denk ook voor de veiligheid. Hè? Ja, want anders waren jullie natuurlijk veel later binnen geweest. Ja, dat denk ik. Nou ja, we hebben ook ruim een pauze genomen. Hè? Ja, maar dat was juist het bedoeling van de organisatie. Hè? Minder kilometers, neem je rust onderweg. Ja. Lekker een hapje en een drankje. Familie even ontmoeten en zo, dat is natuurlijk heerlijk. Wat zijn jullie van elkaar? Zussen. Toch wel, hè? Ja, zussen. Dat dacht ik al. Hoe is dat nou om samen met z'n tweeën lekker te lopen? Heel leuk en goed. En ja, we hebben een verschillend looptempo. Oh. Zij loopt iets sneller dan ik, maar dat hebben we heel goed op kunnen lossen. Als het voor mij te snel ging, dan ging zij even vooruit. En dan was het dan wachten ze weer gewoon een tijdje. En je kan elkaar natuurlijk altijd even een appje sturen van ik ben daar. Ja. En, ja. Okay, dus er zijn niet heel veel gesprekken geweest onderweg? Jo, ja, zeker. Wel, meer dan genoeg. Ja, over vroeger en over toen. Gek gaat het daar niet over. Ja. Dat is wel leuk, toch? Ja, zeker. Lekker bijkletsen. Zeker, ja, dat was heel leuk. En volgend jaar weer? Dat is nog even de vraag. Ik weet het niet zeker. Ja, voor mij zeker. Ja. Mits ik gezond blijf. Ja, maar, dat is het belangrijkste. Ja. Hè? Nee. Maar wel een prestatie, dames. Ja. Erg waar. Petje heb ik niet, maar petje aan. Dank u wel. Oké, tot snel. Ja. Doeg. U bent binnen. Zegt u? U heeft lekker gewandeld. Ja, ik heb heerlijk gewandeld. Hoe ging het? Ja, prima. Het was wel een klein beetje moeilijk. Ja, dat klopt. Maar dat ik mag, heb, hè? Ik heb... Wordt het... enkelprotheses.
En ik loop ook op orthopedische schoenen. Dus ja. Maar dat mag ook wel al die kilometers toch? Dus voor dat geld, ik ben blij dat ik altijd nog kan lopen. Ja, ik wou zeggen. Ik vind het een geweldig evenement. Daarom kom ik ook elk jaar terug. Ja. Dus dit is super. Hoe vaak heeft u al alles uitgelopen? Nou, ik heb hier van de vorige keer 30 en ik heb mijn 31 nu op zak. Wauw, ja. Ik vind het echt geweldig. Ja. Hele prestatie. Vind je zelf stiekem ook wel een beetje? Nou, stiekem wel. Ja, ik ben gewoon een beetje te moe om het allemaal tot me door te laten brengen. Maar, dat komt van de week wel. Morgen gaan we eerst even lekker uitslapen. En daarna gaat alles dus goed tot me door te gingen. Ja, waar komt u vandaan? Van oorsprong uit Hengelo en Twente. Maar ik woon al dik 40 jaar in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. En hoe was de stad Nijmegen de afgelopen week? Nou, dat vind ik. Elk jaar kom ik vanwege dit feest terug. Want dat is gewoon super. Ja, hè? Als je één woord moet bedenken voor de Vierdaagse. Ja, geweldig. Ja, wel hè? Ja. Op naar volgend jaar? Ja, tuurlijk. 32? Ja, 32. Ja, zeker. Hou u aan, hè? Ja, u houdt maar eraan. Dan spreken we elkaar hier weer. Zeker. Ja, goed zo. Tot volgend jaar. Ja, dankjewel. Okay, doeg. Mag ik jou wat vragen? Ja. Heb jij nou echt serieus gelopen? Ja. Echt waar? Ja. Oh, ongelooflijk. Hoe oud ben jij? 11. 11. En gewoon gelopen, samen met mama? Ja. En hoe ging het? Wel goed. Vond je het niet heel erg ver? Nou, een beetje. Jawel, hè? Ja. Vond je het vandaag leuker dan de rest van de dagen? Ja. Wat was er vandaag zo speciaal dan? Veel mensen langs de kant. En dat was het leukste? Ja. En heb je nog familie die aan het kijken is en zo? Dat weet ik niet. Nee? Is er geen familie die komt kijken? Jawel. Wie heeft liefst nog gekeken naar jou? Opa en oma en mijn oom. Oh, wat leuk. Ja. Hey, maar wat goed. Waarom ben je mee gaan lopen? Dacht jij, ik ga lekker lopen? Ja. Ja? Echt waar? Ja. Dan is dat een beetje stiekem door mama gekomen? Nee. Waarom loopt hij mee? Vindt hij het leuk? Houdt hij van wandelen? Ja, ik ben zelf opgegroeid met de Vierdaagse. Nee, ook al eerder gelopen. En ik zei, zodra jij mag, gaan we hem samen lopen. Hij heeft ook altijd langs de kant van de weg gestaan, dus het zit wel een beetje in ons bloed. Ja, maar wat leuk om samen te lopen. Ja, superleuk. Wat goed. Een hele bijzondere ervaring. Ja, wat vind je ervan vandaag? 10 kilometer minder als normaal? Sorry? 10 kilometer minder als normaal? Ja, aan de ene kant een beetje jammer, maar het was inderdaad vanaf 11:30 ook wel echt heel erg warm. Dus ik denk ook wel goed dat ze het zo hebben gedaan. Dan ben je wel lekker op tijd binnen. Zeker. Dat is wel fijn. Ja, heel fijn. Ja. En nu op naar lekker naar huis? Nou, nog even naar de wedstrijd, even lekker wat drinken en even vieren dat we het hebben gehaald. Dus, Ik zou zeggen, hiep hiep! Hoera! Tot volgend jaar! Okay. Doei! Doei! Je bent binnen. Ja, gelukkig. Oh, ben je blij? Ja, heel blij. Ik zie het een beetje aan je gezicht. Alleen mijn zoon is er. Kijk. Die kon niet meer vanmorgen. Nee. Dikke voeten. Oh jee. De Sjaak afhaak. Nou moet ik het alleen doen. Ja, maar is dat wel bevallen? Ja. Ja? Ja. En blij stiekem met die 10 kilometer minder? Ja. Jawel, hè? Ja, heel blij. Ja? Ja. Toen je het gisteren hoorde, wat dacht je toen als eerste? Ik dacht dat het een grapje was. Ja? Nou, uiteindelijk vanochtend dacht je, oh, 10 kilometer minder. Ja. Fijn is dat, hè? 42 kilometer vandaag, prima. En vaker gelopen? Dat wordt de 60 keer. 60 keer? Ja. Dus volgend jaar ga je gewoon op naar 7. Waar kom je vandaan? Nijmegen. Oh, je komt gewoon naar Nijmegen, ja. Dus je kunt gewoon met de fiets ik naar huis? Ik ga naar huis, nee, ik woon hier achter. Lekker, al die mensen lekker in de straat bij waar je woont. Ja. Makkelijk, hè? Gezellig. Leuk. Ja. Ga je vanavond wat bijzonders doen? Mijn vrienden komen zo, dus... Je laat je verwennen. Ja. Goed zo. Ja. Nou, tot volgend jaar. Nou, dankjewel, tot volgend jaar. Tot ziens. Hi. Mag je wat vragen? Ja, je bent binnen. Ja, ik ben binnen. Ja, eindelijk. Hoe blij ben je? Heel blij. Ja. Waar kom jij vandaan? Ik ga nooit meer. Oh. Curaçao. Oh, echt waar? Ja. Dan kom je speciaal daarvoor om te lopen hier. Ja, ook. Ja. Nooit meer? Nee, dit is heel leuk. Nee, het is echt leuk, maar het kost veel tijd om te trainen. Ja, dat is het. En dan kun je op Curaçao dan niet. Ja, zeker wel. Maar ja, er moet ook gewerkt worden en zo, hè? Ja, dat is waar. Nee, maar het is echt wel een belevenis. Dus het is echt een moeite waard. Ja, zeker. Hoe is met de voetjes? Ja, heel goed. Oh. Ja, echt. Dus het volgend jaar wel zo. Weer lopen als het moet. Dat zou wel kunnen, ja. Maar je gaat het niet doen. Ik denk het niet. Nou. Maar wie weet. Goeie reis terug naar Curaçao. Dankjewel. Oké, doeg. Ja!
je hebt het gehaald! Ja. Ik zag jou en jij dacht, oh, ik ben daar. Ja, ja, ja. Oh, ik heb zo genoten van die laatste 5 kilometer. Ja? Ja. Wat was er zo fijn? Ja, gewoon zo aangemoedigd worden door iedereen. En allemaal mensen die je kent langs de route. Dat was echt... Fijn, hè? Ja, ja, heel leuk. Waar kom jij vandaan? Ik woon al 9 jaar in Nijmegen, maar oorspronkelijk uit Noord-Holland. Oké. Okay. Ja. En hoe vaak heb je meegelopen? Eerste keer. Oh, nou, respect hoor. Ja, dat is echt een petje af van jou. Ja, ik had de eerste dag al heel veel blaren gelopen, dus het was wel op het tandvlees. Ja, snap ik. Ja. Snap ik. En heb je alleen gelopen? Nee, nee, ik liep echt met best wel veel vrienden. Alleen we hebben het laatste stukje, iedereen andere bekende. Ja, je raakt elkaar kwijt. Anders dan haal je het nog alsnog niet voor 6 uur. En je bent binnen, blaren? Ja, heel veel. Heel veel. Stuk op. Hoort erbij. Te veel. Ja. Hey, de komende dagen lekker uitrusten. Ja, inderdaad. En het kruisje halen. Ja, ja, zeker. Succes. Dankjewel. Jij bent blij, hè? Ja, natuurlijk ben ik blij. Ja, waarom ben je zo blij? Het is de eerste keer en je gaat helemaal kapot, hè? Gefeliciteerd, ja, dankjewel, jongen. Dankjewel. Hoe voelt het? Ja, euforisch, hè? Ja, ik zag het aan je. Ik dacht, jongen is gewoon blij. Je weet niet wat je overkomt de laatste 10 kilometer. Is dat zo? Ja, schrijf het eens. Ja, hoe kan ik het omschrijven? Bijna magisch, je wordt bijna gedragen. Alles doet me zeer. Voelt dat echt zo, ja? Ja, alles doet me zeer. En ik liep een klein stukje terug op de dijk. Ik denk, wat doe ik hier? Ja. En ik kan niet meer. En dan kom je op de laatste 10 kilometer en je weet niet wat je ziet. Alles om je heen, je ziet je familieleden. Je wordt er gewoon emotioneel van. Ja. Je wordt gewoon echt... alles doet pijn. En lang stilstaan is ook niet fijn. Nee, maar het is gewoon wel gelukt, hè? Ja, ja, we hebben het gehaald. Waarom ben je mee gaan lopen dan? Ja, we zaten gezellig in de kroeg en toen zeiden we van... Hé, jongens, zullen we mee gaan doen? Ah ja, natuurlijk doen we mee. Ja, en zodoende. En dan sta je hier in Nijmegen. Met gladiolen. Met gladiolen. Van mijn vrouw gekregen. Ja, dat is heel en volgend jaar weer? Nou, eerst herstellen en dan... Maar dit gevoel is onbeschrijfelijk. Ja, ik vind dat mooi om te horen. Dat is echt onbeschrijfelijk. Dat is bijna niet als je één naam mag geven aan de Vierdaagse, wat vind je van de Vierdaagse? Ja, magisch. 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 Zwaar, maar magisch. Het is bijna onbeschrijfelijk. Vooral als je de eerste keer meedoet. Ik snap dat mensen het 25 keer doen. Ja? Zo, nu. Nu snap je het. Nu snap ik het. Mag 2 dagen geleden niet. Toen denk ik van, waarom loop je dit in de lieve vrede? Ja. Maar, toen je gisteren hoorde hè, dat je vandaag 10 kilometer minder mocht, was je blij? Nou nee, je wil eigenlijk gewoon die 50 maken. Maar als je het een beetje uitreed, komen we net zeg maar 6,5 kilometer tekort. Ja, nou ja, toen maar ik loop straks bij de barba 2 rondjes extra. Ah! En je bent lekker op tijd binnen, is ook fijn. Ja, ook fijn, ook fijn. En met deze zin in de hitte, ja. Het is natuurlijk begrijpelijk dat je dan 10 kilometer minder, want je loopt op het asfalt. En het asfalt is warm en mijn kuiten zijn ook niet meer. En waarschijnlijk gaan die ook lekker vervellen straks. Ja. Dus dat, ja, dit is begrijpelijk. Het is al bij al blij dat je binnen bent. Ja, zeker weten. En dan op naar een biertje? Heel snel. Eerst lintje, dan biertje. Nou, succes en tot misschien volgend jaar. Tot dan. Hey, hoi! Hoi. Ah, jij bent blij, hè? Ja, ik ben ontzettend blij. Ik zie je, ben je moe? Ik ben moe, ik ben heel emotioneel. Ik heb een zwaar jaar achter de rug. Ja. Ik ben herstellende verslaafde. Oh jee. Ik ben heel blij, trots. Met zeebouw zijn. Ja, jij liep over die finish en je dacht, wow, wat een prestatie. Ja, top. Ik ben echt super blij. Ja, gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ja, yes. Was de eerste keer? Was de eerste keer, ja. Ja, en ik wil hem volgend jaar zo mooi al die mensen langs de kant. Ja, ontroerend. Hoe voelt dat? Ja, mooi. Dan heb je wel je pijntjes, maar dat kikt je gewoon op. Dat is gewoon super. Waarom was het zo'n kutjaar voor je dan precies? Ja, goed. Ik heb verslaving en ik moest gewoon voor mezelf een keuze maken. Of ik ga door of ik ga mezelf herpakken. En stoppen met alcoholgebruik en drugsgebruik. En een compleet nieuw leven starten. Wauw. Daar ben ik nou mee bezig. Ben jij trots op jezelf? Ik ben heel trots. Wow. Zeker voor me. Voor mijn zoontje ook. Geweldig. Heel blij. Is hij vandaag ook aan het kijken? Ja, zeker. Ja, oh, we zijn al geweest. Ik voel die emotie van jou. Ja, ik ben absoluut heel blij. Oh, geweldig. Ik ben trots op mezelf. Dat is wat ik moest doen, of mag doen. Zelfliefde creëren. Dat, ja, en, heel belangrijk, hè? En daar hoort dit bij. Ja. Mentaal, spiritueel fit. Ik ben heel trots. Echt een goede mindset heb je gehad. Ja, dat ja. En nog, ik mag nog blijven leren. Maar... Heb je nog veel geoefend voor deze kilometer? Ja, ja, absoluut. Heel veel. Alleen ik had op een gegeven moment de dag 2... Kreeg ik het een keer in beschenen. Ja, daar kan ik niks. Kun je trainen wat je wil. Nee. Dus ik heb er wel heel veel voor gedaan en geoefend. Maar
Ja, goed, ik heb het gehaald. Ja. Joh, dan zou jij blij zijn. Ja, ik ben ontzettend blij. Ja. Ja. Volgend jaar weer, hè? Ja, zeker. Zorg dat je van al die zooi af blijft. Altijd, altijd. En doorgaan. Ja. Ik ben gewoon gelukkig nou. Dat is het belangrijkste. Zorg voor leuke mensen om je heen. Ja, precies. Dan gaat het goed komen. Nieuwe hobby, de wandelen uitgevonden, dus ja. Succes. Dankjewel. Fijne avond en maak er wat van. Ik ga het doen. Oké, okay, rustig aan, hè. Dankjewel. Heren, jullie gaven elkaar een hele mooie omhelzing. Gefeliciteerd allebei. Ja, dankjewel. Hoe voelt het? Prima. Ja? Om het te halen is heel fijn, maar het heeft wel zeer gedaan. Hoor. Ja, wat heeft er zeer gedaan? De voeten? De voeten, ja. En ik loop hier als een opaatje met een brace. Dus vandaag hebben we gehaald nog om de finish te halen. Dus de eerste keer, nee toch? Eerste keer. Oh, en jij ook eerst, hè? Ja? Ook de laatste, ja. Overleven. Overleven. Ja, ook jouw eerste keer? Ook de eerste keer, ja. Of nooit meer? Nee. Nee. Ja, wat was er niet zo leuk dan? Ja, de pijn. De pijn die je hebt, joh. Dat is niet te harde. Nee. Toch uitgelopen. Toch uitgelopen. Samen. Ja, het is ook de uitzichtloosheid af en toe. Van die achterlijk lange dijken. Dat is wel... Gisteren het nieuws hoorde, hè, dat je vandaag 10 kilometer minder moest. Eerlijk gezegd heel klein beetje dubbel. Ja. Maar vandaag denk ik perfect. Maar gisteren toen ik hoorde, dacht ik, ja, dat was een soort, je zei het ook, een soort vals spelen. Eigenlijk wel. Maar ik krijg het kruisje, ik vind het goed. Ik afvinken en... Dat wilde ik net zeggen. Ja. Ik ben trots op jullie, want ik moet het ooit nog een keer gaan doen. Nou, volgend jaar. Ja. Hey, dankjewel. Fijne avond bedankt. Allebei. Succes. Doei. Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, zeker. U heeft gelopen. Ik heb gelopen, ja hoor. Maar hoe gaat het? Ja, het gaat weer goed, ja. Maar ik heb even een opstapje nodig weer. Ja, hè? Dus als je even hebt gerust, dan heb je even een beetje tijd nodig. Ah, dat is het. Ja, die spieren moeten weer op de juiste plek gaan liggen of zo. Ik weet niet hoe dit werkt. Nee, ik snap wat u bedoelt. Maar dat voel je wel. Als je even hebt gelopen, dan gaat het weer als een... Oh. Ja, als een speer niet, maar... Nee, maar het gaat alweer. Bijna als een speer. Mag ik vragen naar uw leeftijd? 77. 77? 77. En voor de hoeveelste keer gelopen? 26e keer. Zo. Ik vind het iedere keer wel een hele prestatie, hoor. Ja, als je dingen blijft doen die je leuk vindt, kan je dat heel lang volhouden. En dat geldt voor alles. Hey, hoe was het vandaag om wat minder te lopen? Minder kilometer? Oh, dat is goed. Dat is goed. Verstandig besluit, als het, hè? Als de medische dienst zegt van jongens, dit moeten jullie doen, dan moeten wij niet eigenwijs zijn, dan moeten wij gewoon zeggen oké, dat is besloten, daar is een goede reden voor geweest, dus dat moeten we gewoon doen. U had er vrede mee toen u het gisteren hoorde? Ja, natuurlijk. Dus Maria Hopman is geen kleine geitje in die medische wereld, geen nee, klein persoontje. Ja. En die weet wat het over heeft. Dus dat is goed. Ja, en vandaag dus lekker wat eerder binnen dan normaal. Ja, als je vroeg binnen was, ging het heel goed natuurlijk. Maar ja, die nou naar binnenkomen, die hebben wel de zware... Wel, hè? De zware omstandigheden gehad, hè? Het wordt nog een stukje warmer weer. Ja, daarom benauwder ook weer. Als ik je moet vragen, hè, over de Vierdaagse, als ik één woord mag vragen aan u. Wat vindt u van de Vierdaagse? Ja, dat is een hele moeilijke. Buitengewoon zou ik zeggen. Een buitengewoon evenement. Ja, geweldig. Wat goed georganiseerd is. Wat heel veel gezelligheid geeft. Dat vind ik mooi gezegd. Er zijn nog meer woorden hoor. Ja, maar daar vroeg ik nog eentje. Maar inderdaad, echt een buitengewoon evenement. Fijn. Dat heel leuk is. En je komt elk jaar mensen tegen die je anders nooit ziet. Waar je weer een praatje mee hebt, waar je een biertje mee drinkt. En dat is het mooie, hè? Wat? Dat is gewoon verbroedering met z'n allen brengt. Ja, zeker. Ja, zeker. Gezelligheid. En dus onderweg, het is allemaal even netjes. Er wordt geen troep gemaakt door de wandelaars. Dus fijn is dat, hè? Het blijft allemaal even netjes, even schoon. Maar je vindt complimenten aan die 47.000 mensen eigenlijk. Ja, vinden ze best fijn om te horen, denk ik. Vinden ze best fijn om te horen. Wie? Die mensen. Ja. Ja. Welke omroep zijn jullie? En gaat u volgend jaar weer meelopen? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Nou, misschien even zwaaien naar iedereen thuis en tot volgend jaar zeggen. Dag, tot volgend jaar. Al die wandelaars die hier dus binnenkomen voor de 30, de 40 en die 50 kilometer, ja, die hebben uiteindelijk vandaag ook weer die eindstreep behaald. Het is broeierig warm en de hele week hebben we natuurlijk Niels ook gevolgd in de uitzending. Niels Beumer uit Huissen. En ik zie hem daar al staan, dus we gaan hem even lekker feliciteren. Zal hij blij mee zijn, denk ik. Niels! Hey! Hey, van harte gefeliciteerd!
Dankjewel. Hoe ging het vandaag? Ik heb zo de laatste 6 kilometer gelopen. Serieus? Ja. Dat is toch niet te doen? Jij ook uitgelopen? Ja, zeker. Oh, samen gelopen? Samen Niels. Ja. Ja. Maar hoe doe je dat? Jij bent heel lang, jij bent een stuk kleiner. Ja. Dus meer respect voor jou. Nou, ik zet een paar duizend stappen meer dan Niels. Ja, dat bedoel ik. Maar we hebben wel hetzelfde tempo, dus dat is heel fijn. Echt waar? Ja. Ja, vorig jaar liep ik eigenlijk alleen en toen kwam ik hem tegen en... Ja, toen hebben we samen opgetrokken en dit jaar zijn we weer samen gelopen. Ja. Wat goed, hè? Ja. Ja, we hebben het weer gered. Ja. Hey, hoe was het vandaag om 10 kilometer minder te lopen? Was je daar blij om uiteindelijk, nu achteraf? Ja, achteraf zeker. Al moet ik wel zeggen dat ik het gisteren zwaarder vond qua weer dan vandaag. Okay. Maar dat komt misschien juist omdat we wat eerder binnen zijn, dat de zon wat minder fel is. En de toeschouwers langs de kant, was het wel wat vandaag? Het is allemaal te laat. Ik had het idee dat het een stuk minder druk was dan vorig jaar. Maar niet minder gezellig. Nee, oké. Okay. Maar heel veel mensen zijn natuurlijk te laat van huis gegaan. Terwijl de lopers al weg waren. Ja. Dat hoor ik vaak. Ja, dat is wel vaak. En dan gaan ze lekker feesten. Ja, prima. Maar ik vond het hartstikke gezellig. Weet je, vanaf Malden, het is biertje drinken. Op slippers lopen dan. Ja, ongelooflijk hoor. Ja, wij hadden nog 6 kilometer of zo, toen hadden we een rustmoment. Ik was zo klaar met die schoenen, het deed me zoveel zin. Ik flik hem maar op, joh. Ik kan me voorstellen. Weet je, lekker slipjes aan. Maar jij hebt het wel weer volbracht, hè? Ja. Voor de tweede keer? Ja. Dus volgend jaar niet meer? Misschien wel, misschien. Ik ben er bang voor. Nu zou je zeggen, ik heb nog even niet. Maar als er zo meteen februari is en die inschrijving begint weer... Begint het weer te kriebelen, zeg maar. Ja, ik ben er bang voor. En bij jou ook? Ga je volgend jaar weer meedoen? Waarschijnlijk wel. Want uiteindelijk, ik wil ook nog steeds een hogere medaille halen. Maar dat heeft Niels ook wel. Ja, heeft even de tijd nodig natuurlijk. Ja, dat wel. Je moet wel veel tijd stoppen in die voorbereiding. En de vierdaagse, je weet dat je gewoon op een gegeven moment heel veel last gaat krijgen van je voeten. Maar uiteindelijk de beloning op het einde, die Via Gladiola, dat is het helemaal waard. Machtig gevoel, hè? Dat is heel machtig. Hey, en ik was heel blij, want vanochtend op de radio zei ik tegen jou, de Via Frikandella was er niet, maar die hadden ze verplaatst. Echt? Ja, dus we hebben alsnog frikandellen gehad. Oh, wat goed. Lekker. Ja. Dat moeten wij nog even halen. Ik heb nog niks gegeten bijna. Dus, Moet je wel doen, hè? Ja, goed, dat gaan we zo doen. Hey, en nu stappen, nog even de stad in. Ja, we hebben al heel veel bier gedronken onderweg, dus we gaan nu eerst even naar onze familie. Nog gewoon rechtop. Ja. Ja, weet je, heel veel mensen vonden me zielig omdat ik op slippers liep. Dus ik kreeg allemaal bier langs de kant. Ja. Oh, ik ga ze ook uitdoen, denk ik. Dus dat was super tof, weet je. Ja. Maar onze familie staat nog buiten het terrein, dus die gaan we eerst even gedag zeggen. En dan zien we wel weer het Schipstrand vandaag. Ja, ze zeggen niet er allebei van. Komt goed. En we spreken jullie snel weer. Komt goed. Dank je wel. Doei doei. Dit was hem weer, editie 2024 van de 106e editie natuurlijk van de Vierdaagse van Nijmegen. Kitty, hoe heb jij hem beleefd? Als hartstikke gezellig, veel enthousiaste mensen langs de kant, de lopers, de mensen die organiseren. Het was weer één groot feest. Ik heb er net als jij van genoten. Ik hoop ook iedereen thuis met alle beelden en alles wat we gedaan hebben. Namens het hele team van RN7, bedankt voor het kijken en ik denk tot volgend jaar. Tot de 107e editie. Tot volgend jaar!